Hi, ik ben Tom Lassing. Vandaag uh, ben ik uh, ingelogd bij Neo Finance in de secundaire markt. Uh, het is uh, nu, uh, ja, op dit moment is het half negen nu ik dit opneem vanmorgens. Ik uh, ben om acht uur uh, begonnen vanochtend, dus zaterdagochtend. En ik ben eigenlijk bij toeval op de secundaire markt bij Neo Finance gekomen. Ik wilde even kijken of er, uh, hoe mijn, hoe mijn uh, account erbij stond. En net op dat moment was er iemand zijn portefeuille aan het liquideren. En dat stond allemaal in die secundaire markt te koop. Dus ik ben gaan uh, snuffelen in die secundaire markt. En ik heb daar de snoepjes eruit gehaald. Dus uh, dat was ontzettend mooi. Dus ik ga eventjes met je kijken naar de, wat er nog staat. Want ik, ik ben al uh, bezig geweest. En uh, nou goed, ik uh, zit hier in die secundaire markt. En dan zie je al deze met die oogjes, die heb ik al bekeken en die heb ik afgewezen. Eh, want, uh, ja, niet interessant genoeg. Nou, waarom heb ik die afgewezen? Uh, of een slechte betaalhistorie, of geen onderpand, of uh, een te hoge schuld. Nou, dat soort dingetjes. De, de rentes zijn interessant. Uh, deze twee, die zijn al, al oud, dus als die goed zou betalen, zou het interessant zijn. Deze is nog maar net nieuw aangekocht. Ik heb geen idee waarom diegene ze nu er al weer in gooit, want het is een complete portefeuille die erin is gegooid. Vrijwel zeker van één persoon die dat heeft gedaan, want het ging heel snel. Uh, nou, dan vervolgens, die heb ik niet eens gekeken, 5%. Hartstikke mooie lening, maar ja, daar ga ik niet voor. Ik wil net iets meer rendement hebben, ook die 6% heb ik niet eens naar gekeken. En dan zie dus hier allerlei lage dingen. Nu zie ik hier nog een 9%. Nou, daar heb ik nog niet naar gekeken, dus dat kan ik op dit moment even doen. Hoe doe ik dat? Ik klik op dat, uh, dat nummer. Ik ga even iets omlaag scrollen. En dan begin ik even bij de message. En dan zie je hier van ja, te laat. Te laat. Waarom was het te laat? Het is allemaal niet zoveel geld, maar het is allemaal net niet. Helemaal goed. Load more, dan kan ik wat meer zien. Early repayments. Even kijken. Received. Het is allemaal niet schokkend. Maar af en toe dan is het toch eventjes een beetje iets te laat. Maar goed, niet schokkend. Nou, dan ga ik toch eventjes kijken bij de credit application. Het gaat om slechts 1000 euro. En een flat. Ja, nou, dan is dit wat mij betreft al... Ik denk van, nou, zoveel geld is er niet. Hij is nog maar net aan het werk. Dus dat is wel wat jammer. Heeft een behoorlijke schuld, dat wel. Er is een mortgage, is niet zo heel hoog. Ja, hij zit flink in de schulden, dat wel. Maar ja, goed. Dat kan. Nou is het vervelende, ik weet nog steeds niet hoe ik nu terug moet komen naar, uh, naar de secundaire markt. Als iemand dat wel weet, dan hoor ik dat graag, want ik moet dan iedere keer weer helemaal gaan zoeken waar ik ook weer terecht uh, kom. En dus dan moet ik het terug naar de secundaire markt en dan moet ik weer gaan zoeken. Heel vervelend. Uh, welke was het? 9% was het. Als is dat deze? Als ja, moet ik weer even kijken. Hé, hey, herken ik het verhaal? Dus even, ja, dit is hem. Nou, deze die, uh, die zou ik kunnen kopen. En uh, wat ik dan doe, is uh, daar even op klikken. Ja, dat zijn standaard contracten. I have familiarized myself with it. En sign. Dan krijg ik een uh, sms'je op mijn telefoon. Die zal zo binnenkomen. Hij is er nog niet, ja. En ook die is van mij. Zo snel gaat dat. En uh, dan kan ik weer terug naar My Investments. Nou, je ziet, ik heb nog 1142 euro open. Ik heb nu 818 um, leningen, waarvan 87 met een, uh, een verzekering. Als ik naar invest ga in een secundaire markt. Ja, nou, ik heb hier straks al de snoepjes uitgehaald, maar. Ja, hij is nu, diegene is nu gestopt, want dit is al een tijdje hetzelfde. Dus die heeft gewoon de hele portefeuille er in één keer uh, ingegroeid. Of in twee keer. Dat kan ook. Um, nou, dan zie je, hier, hier heb ik al gekeken, heb ik afgekeurd. Dat was 10%. Het is een aanlening en toch heb ik hem niet genomen. Ja, daar zal vast een reden voor zijn. Hier heb ik niet eens naar gekeken. Ik weet ook niet waarom ik niet naar deze heb gekeken. 9% vind ik al interessant voor een aanlening. En dat is potentieel interessant, moet ik zeggen. Uh, dus we gaan even kijken naar de message. Maar de mooiste heb ik er al uit. Nou, dat ziet er allemaal goed uit. Het is een A, het is uh, 4,71. Ja, daar ga ik niet in veel moeite voor doen. Die ga ik gewoon direct kopen. Uh, en uh, op die manier ben ik dus heel snel toch even mijn leningportefeuille uh, aan het uitbreiden. Het is maar 4,71 euro zoals ik zag. Dus het is allemaal niet zo heel schokkend veel. Um, maar ja, op zich. Bouw je zowel wel snel een portefeuille op sneller dan dat je erop wacht dat je met de auto komt, um, en ja, je moet dan geluk hebben dat je net op dat moment inlogt dat er dus iemand zoiets erin zet. Want ik heb een hele week heb ik naar gekeken, en heel veel moeite moeten doen om iets te vinden omdat Neo Finance zelf aan het verkopen was, en dan op zaterdagochtend ineens een portefeuille die erin gegooid wordt, ik denk van. Wow. Is zo erg niet. Ja, nee, goed, ik, ik ben al vrij diep gegaan net voordat ik uh, hier, uh, hier uitkwam. Maar ik wilde toch even laten weten, zo van ja, kijk eventjes uh, zelf ook of er niet iets is waar je zegt van hé, hey, interessant. Nou, deze bijvoorbeeld, 4099. Ik, ik heb al gekeken, hè, dat zie je aan het oogje. Ik heb hem afgewezen. Dus ondanks die 12% en dat hij wat groter is, wat ik helemaal niet erg vind, dat er af en toe eens dus iets groter is, ik heb ik hem afgewezen. Deze ook. Uh, op zich ben ik er niet, uh, niet vies van om af en toe in iets grotere te ropen, maar dit zijn allemaal grotere waarvan ik heb gezegd, van, nou, ik vind het een te hoog risico. Zeker als je dan een groot bedrag uh, hebt, en ik doe normaal 25 euro. Als je zo'n grote bedrag hebt, dan moet het ook wel een, een bepaalde zekerheid geven dat ik het idee heb dat het ook wel goed zit. Uh, nou, kijk, deze nog eventjes. A en 9 procent, ik vind netjes, dit ziet er goed uit. Het is 12 euro. Ga ik dan heel moeilijk zitten doen? Nou, ja, oké. Okay. Ik, ik koop hem gewoon een keertje. Dus ik kan het heel moeilijk doen. Maar... En zo zie je, dan heb ik eventjes toch een paar leningen even erbij gekocht. De ene keer ben ik daar heel uh, fel op. De andere keer ben ik ietsje makkelijker. Het is wat kleinere bedragen die ik nu bij die aanleningen heb. Het zijn aanleningen. Dan heb ik zoiets van: oké, okay, je moet ook af en toe wel wat, uh, wat toe kunnen geven. En ik kan ook wel wat leien. Dus dat is het punt niet. Uh, maar ja, zeker bij BNC-leningen ben ik toch wat feller uh, wat erop en um, hoger opdragen dan ook. Dus. Goed, um, je hebt het gezien. Ik geef de tip om af en toe te kijken, maar alsjeblieft, alsjeblieft. Um, de secundaire markt is als je er ervaring mee hebt, als je een beetje weet hoe het met de risico zit... als dus je, je weet hoe vaak leningen verkeerd lopen... waarom ze verkeerd lopen... en als je een tijdje... als je minstens twee maanden zo'n rekening hebt... en je bent er eigenlijk... Ja, om de dag of zo ben je dan aan het kijken... en je volgt het een beetje... dan denk ik dat je de secundaire markt wel in kan... maar daarvoor zou ik er heel, heel erg voorzichtig mee zijn... want er zit ook veel pull-up in... en je ziet, ik heb er zat bekeken... en die heb ik gewoon afgewezen... en dat doe ik het niet... en ondanks dat het soms maar een heel klein bedrag is... Dan zeg ik toch van nee, ik, ik laat het zitten. En uh, 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 ja, ik begin er gewoon niet aan. Uh, uh, daar is hij. Uh, even kijken. Hier, die heb ik allemaal al bekeken. Zo. En uh, prijs over 3,36. Wat praten we over? Ja. En toch vind ik hem niet interessant. Dus uh, laat het dan toch lopen. Uh, want geld weggooien, daar, daar begin ik niet aan. Het gaat me wel om dat ik inderdaad uh, rendement maak. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. En een heel prettig weekend. Hou doen.